Naar materie zou ik zeggen, vroeger het paradijs in de kandidaat, maar was tot op de draad versleten. En een jaar of zes nu zeker? Ja, we zijn eind 2012 verhuisd, ja. 18 december. Dus een goede vijf jaar geleden zijn we verhuisd naar de Transvaalstraat. Vroeger ging het ook vooral over opvang van bejaarde mensen, ja nu nog, maar er zijn toch wel een aantal diensten bijgekomen. Dus het paradijs zoals het vandaag bestaat, heeft 177 bedden als woonzorgcentrum. Die naam is in de tijd ook wel wat veranderd en gaan nu achterin ook weer nog eens veranderen, heb ik gehoord. Er zijn 7 plaatsen voor kort verblijf, eerst waren dat er 3, nu zijn dat er 7. 15 plaatsen in het dagverzorgingscentrum, de Passage, dat is nu enkele jaren oud. En 9 aanleunwoningen, dat is een soort assistentiewoningen. Dat zijn verschillende namen, service, assistentiewoningen, aanleunwoningen. In het woonzorgcentrum, zoals het nu werkt, bestaat 66,8% van de bewoners uit vrouwen. Dat zijn de cijfers van vorig jaar. Die zijn zo in het jaarverslag opgenomen. En de gemiddelde leeftijd daar is 86 jaar. Die gemiddelde leeftijd is in de loop der jaren ook wel op naar boven gegaan. De mensen worden ouder natuurlijk, hè. Dat heeft daar wel mee te maken. Op dit moment is 4/5, dus 80% van de bewoners, zwaar zorgbehoevend. Terwijl dat in 2008, en dat is toch nog niet zo lang geleden, was dat 3/5 of was dat 60%. Er is dus wel de zorgbehoevendheid van de bewoners is toch wel drastisch gestegen. En ik zeg dat omdat dat natuurlijk ook wel wat gevolgen heeft voor de inrichting, maar ook vooral voor personeel, hè? Voor de zwaarte van de job. Hè? Als je met zwaar zorgbehoevenden moet omgaan of met oudere mensen die nog veel zelf kunnen, dat is natuurlijk een enorm verschil. In 2003 hebben we eventjes opgezocht, verbleef een bewoner gemiddeld 3 jaar en 10 maanden in een woonzorgcentrum. In 2011 was dat al gedaald tot 2 jaar en 10 maanden. En dat blijft ook vandaag nog afnemen. Dus de tijd dat de mensen in een woonzorgcentrum verblijven, wordt altijd maar korter. Omdat ze zo lang mogelijk thuis blijven natuurlijk. En alleen als het echt niet meer gaat, dan gaan de meesten naar een woonzorgcentrum. Het heeft ook te maken natuurlijk met het feit dat de subsidiëring anders is voor zwaar zorgbehoevenden. Dus alles wijst zowel in dezelfde richting. En ik denk dat in de media de voorbije maanden ook voortdurend is gezegd dat de job, de zwaarte van de job, echt niet te onderschatten is in zo'n zorgsthuis. Dan in de Passage waren er voor het voorbije jaar, dus in 2016, dat is dus het dagcentrum, 55 gebruikers. En van die 55 waren er 38 vrouwen, ook een meerderheid van vrouwen. En de gemiddelde leeftijd was daar 77,5. De meeste mensen die daar komen verblijven ongeveer 50 dagen. Dus ik denk dat dat een dag per week is, dat ze zo kiezen voor een dag of 2 dagen en dan is het. De Passage wordt dikwijls bezocht door mensen die eigenlijk nog, of zichzelf of door de familie nog een beetje te goed geacht worden, bij wijze van spreken, om naar een voltijds woonzorgcentrum te gaan. Maar ook omdat men denkt, ja, die mensen zitten de hele dag thuis, als ze naar de Passage gaan, dan zien ze andere mensen en dan wordt het sociaal isolement toch wat doorbroken. Maar ook omdat de mensen die thuis wonen vaak een vaste mantelzorger hebben of een vrijwilliger. En als die niet weggaat bijvoorbeeld, of die is zelf ziek, of die wil wat ontlast worden van zijn taak, dan is zo'n dagcentrum ook wel een goede oplossing. In het begin van de legislatuur, dat wil ik toch ook nog wel eventjes meenemen, want dat is in de gemeenteraad en zeker in de CV-raad wel regelmatig aan bod gekomen, kampte het paradijs met een tekort van €800.000 op jaarbasis. En toen hebben we gezegd, waar we op een bepaald moment ook wel wat gealarmeerd en dachten we, kan dat wel blijven duren? Maar het meest drastische was misschien wel de beslissing van de OCW-raad om de lichtdagprijs te verhogen. De beslissing die we toen genomen hebben is om 3 keren €3 op te slagen. De prijs was toen 49, denk ik, of 48 toen we daaraan begonnen, per dag. En dan hebben we €3 opgeslagen in 13 en €3 in 15. Met als gevolg dat de prijs nu €55,8 is. Maar nu stellen we vast dat we ons financieel doel
zo goed als bijna bereikt hebben en dat die derde keer opslagen van 3 euro, dat we dat eigenlijk niet nodig is. We gaan dus aan de OCW-raad vanmorgen voorstellen om dat niet te doen, die derde keer, maar wel de lichtdagprijs gewoon te indexeren altijd. Hè, wat iedereen wel begrijpt, huurprijzen worden ook geïndexeerd en dan zal daar volgend jaar 1 euro bij komen. Dat als het paradijs een heel goed rusthuis is, dat men dat zonder problemen kan aanraden aan iedereen. En zij doen zelf ook wel heel veel moeite naar hun patiënten om mensen richting paradijs te krijgen. Natuurlijk, we hebben in hier wel wat concurrentie, we hebben het Zwartzusters. We hebben Huizen Nazareth dat nu vernieuwd is. En we hebben nu aankomende, maar dat is nog niet concreet, het rusthuis dat hier op de site zou komen. Maar daar is nog geen bouwvergunning over, dus hoe dat dan nu gaat aflopen, weet ik niet goed. Maar met de andere rusthuizen, ja, de concurrentie wordt wel wat groter. En we moeten natuurlijk wel zien dat kamers altijd gevuld blijven. Want een lege kamer, dat betekent dat je geen inkomsten hebt. En de opdracht is van personeel is om zowel de goede zorg te verstrekken aan de mensen die er verblijven, maar ook de financiën in de gaten te houden. Hè. Dat is een heel ander aspect. En twee moeten altijd in evenwicht zijn. Evenveel personeelsleden als dat er bewoners zijn. 177 bewoners. Plus 7 kortverblijven, dat is 184. En daar staat 180 koppen, hè? 4 kortverblijven. Nee, 7. Ja, 7. Staat in de tekst. Dus dat is eigenlijk eenvoudig te onthouden dat er ongeveer 1 personeelslid voor 1 bewoner staat. Een donderdag? Wat gaat er donderdag doen? Wel, een donderdag, het is zo dus dat de receptie die begint om 2 uur. En ik doe een kort welkomstwoord en dan zal Marleen ook nog een speech geven. We gaan dat vrij kort houden. En dan is het eigenlijk doorlopend receptie tussen 2 uur en 3:15. En dan krijgt iedere genodigde, het personeel, familieleden, iedereen die aanwezig is, en er zijn toch wel een groot aantal aanwezigen die bevestigd hebben, krijgen ze de mogelijkheid om naar de tentoonstelling te gaan zien. Dus die gaan we op het gelijkvloers opstellen met foto's van 1967 tot nu en ook nog een maquette van het oude paradijs. En dan om 3:15, dan gaan we dus een ballonwedstrijd houden voor de bewoners en voor de gebruikers van het dagverzorgingscentrum. Dan mogen ze allemaal een ballon oplaten. Het zal natuurlijk van het weer afhangen. Als het regent, dan misschien alleen maar de mensen die echt heel goed zijn. Hè, want in de rolstoel is het dan wel een beetje moeilijk, maar ik hoop dan zeker op goed weer. En dan degene die het kaartje die het verst geraakt heeft en is teruggestuurd, die krijgt daar ook een prijs. En dan om 3:00, we hebben dus taart besteld en dat is een taart van 450 personen. Dus, want er zijn, zoals ik straks zei, er zijn toch wel een aantal genodigden. Dus die wordt taart ter plekke eigenlijk nog afgewerkt. En dan gaan we die dus in de zaal binnendragen en dan wordt de taart uitgedeeld aan de genodigden, aan de bewoners, de familieleden. En de bewoners die niet naar beneden kunnen, want er zijn er ook dat voor hen te moeilijk is om naar beneden te gaan, die krijgen dan een stuk taart na het avondeten, krijgen die dat als dessert, dus dat ze ook zeker daar een stuk van kunnen nuttigen. En dan de mensen die naar huis gaan, dus de genodigden, die krijgen allemaal nog een klein plantje mee als aandenken, met een kaartje van bedanking en voor 50 jaar paradijs. En wij hebben dat plantje ook voorzien voor alle bewoners en alle personeelsleden. Die krijgen dat dan ook nog het einde van de week, ofwel die dag, ofwel de dag nog hier. Krijgen ze ook nog allemaal als bedanking zo'n plaatje. Als de oudere mensen niet toekomen, merken we wel dat de kinderen die kost spontaan bijleggen. Maar we komen af en toe in het ook te maken met mensen die kinderen niet willen bijleggen. En dan wordt het ook zo. Zit hier die Heisa, dus op tv laatst, wat er allemaal gebeurd is, dat de mensen niet goed verzorgd worden in de centra. En jullie dan daar reacties op, bijvoorbeeld? Maar dat was in commerciële centra. Ja, dat is juist. Ja, dus dat zal wel eens over gekrapt worden, waarschijnlijk. Ja, onderling wordt daar wel inderdaad wel over gesproken. Ik heb daar zelf natuurlijk ook naartoe gekeken, naar die reportage, waardoor dat eigenlijk de openbaren nog vrij goed eruit kwamen, om het zo te zeggen. Ik hoorde daar ook rond het bovennorm personeel, dus de commerciële.
die werkt juist de norm. Mm-hmm. He, nu, maar met de norm, dat snap ik echt niet hoe dat ze doen. Nu dan de VZ2 zelfs ongeveer rond 14% boven norm personeel en wij zitten wel van achter in de 30% boven norm personeel, 37, 38. Dus wij zitten echt wel... Dus we hebben eigenlijk meer personeel hoger dan ja, moet van Vlaanderen. Ja, maar niet wil zeggen dat dat een luxe is, nee. Want onze mensen moeten heel hard werken en er zullen ook wel momenten bij zijn dat je zegt van dit is nu toch echt... Allee. Maar het bewijst wel, als je juist maar genoeg hebt, zoals Vlaanderen het voorschrijft, dat je eigenlijk... Dat kun je geen kwaliteit hebben. Nee. En dan, ja, die moeten winst maken, hè, dan natuurlijk. Ja. Want je hebt de commerciële, je hebt de overheid, maar dan heb je ook nog de VZW's, hè. Dat zijn gelijk het zwartzuster. Ja. Dat is eigenlijk van een VZW, dat is geen commerciële, nee. Hè, dat is nog iets van... En die zijn door de band eigenlijk ook ja, wel goed aan beschreven. Ja, die hebben nog niet zoveel boven door het personeel dan wij, maar eigenlijk, oh ja, zijn die ook wel zeker vrij goed. Het is een boeiende sector, maar het is niet eenvoudig. Nee. En dat gaat een boeiende worden, hè? Dus ja. Met nieuw decreet. In de toekomst, als ja, we naar een persoonsgebonden financiën. Ja. Die mokken, ja.